De historische kring in Baarlem heeft een interessante collectie tegels. En die staat alsmaar in een kast. Ik ben Anna Ornstein van de historische kring Baarlem. En ik heb deze tentoonstelling georganiseerd. Tegels werden voor van alles en nog wat gebruikt. De eerste tegels die wij in Nederland hebben gekregen zijn dus eigenlijk de tegula's uit de Romeinse tijd. In de Romeinse tijd werden tegels gebakken in Tegelen, een stadje bij Venlo. Ik ben ontzettend blij dat wij dus twee echte tegels hebben kunnen krijgen van de collectie van Escher. Deze tegels komen uit het Barends Lyceum. De meest interessante tegels zijn voor mij de echte, hele oude tegels. En we hebben in Bruikleen een aantal echte oude tegels. De tentoonstelling is te bezoeken op woensdag van 2 tot 4 en zaterdag van 11 tot 1 op de Hoofdstraat 1A in Baarlem.